Hoi, mijn naam is Ilse en vanuit het Watersportverbond ben ik betrokken bij de organisatie van het WK Zeilen. In de zomer van 2022 komt dit evenement voor het eerst in de geschiedenis naar Nederland. Voor de kust van Den Haag strijden zo'n 1400 atleten in 10 Olympische en 3 Paralympische klassen om het wereldkampioenschap. Met onze topzeilers, watersportverenigingen, partners en sponsoren gaan we hier een mega-event van maken. En dat doen we op sportief gebied, maar ook met side-events door het hele land. In het WK Journaal brengen we jou de komende maanden op de hoogte van alle ins en outs. Hoe gaat het eruit zien? Wie doen er mee? En wat komt er allemaal bij kijken als je zoiets organiseert? Leuke ideeën zijn altijd welkom, dus laat deze vooral achter in de comments. We zijn voor het WK Journaal op veel locaties. En kijk maar eens hoe gemakkelijk het is om overal te komen. Bijvoorbeeld op het strand in Scheveningen, in Den Haag of stiekem in de studio van NOS Sport. Ik zei het net al even, het WK-zeilen wordt een mega-event. In 10 Olympische en 3 Paralympische klassen doen in totaal zo'n 1400 atleten mee uit 100 verschillende landen. Daarmee is het WK op sporttechnisch gebied veel groter en dus moeilijker te winnen dan de Olympische Spelen. Uiteraard doen de bekende klassen mee, zoals de Laser, Laser Radial 470, de 49er en de 49er FX. Maar we gaan ook vliegen met de windfoilers, de kitefoilers en op de NACA 17. In 2022 wordt de offshore klasse voor het eerst toegevoegd op het WK. In het Paralympisch Zeilen moeten de klassen nog worden bekendgemaakt. Om het WK Zeilen zo soepel mogelijk te laten verlopen, organiseren we voor de kust van Den Haag in 2021 het Jeugd WK Zeilen. Hier doen zo'n 600 sporters tot en met 18 jaar aan mee. Het Jeugd WK is belangrijk omdat we dan de logistiek en de technologie kunnen testen voor het WK Zeilen. Deze twee WK's organiseren we vanuit één team van het watersportverbond met haar verenigingen, Digsports, de gemeente Den Haag en World Sailing. Daarnaast werken we samen met zo'n 1500 vrijwilligers. Wie zich ook gaat inzetten voor het Jeugd-WK en het WK is niemand minder dan tweevoudig olympisch kampioen windsurfen Dorian van Rijsselbergen. Wij zijn ontzettend trots dat hij toernooidirecteur is voor beide WK's. In februari van dit jaar voor Dorian zijn laatste WK en droeg hij symbolisch het stokje over aan wereldkampioen 2020 Kieran Badlou. In de volgende aflevering van het WK Journaal gaan we videobellen met Dorian. Heb jij een vraag voor onze toernooidirecteur? Laat het dan even weten in een berichtje in de comments. Dit was alweer het eerste WK Journaal. Tot de volgende keer!